Jereveen ja, woen van RKC. Maar naar Aurin, maak kees van Wonderen zijn ploeg mij de groen geleek. En lang liep het erop dat Cambuur verliezen zou van Emmen. Maar doe wie der en niet een keer. Wie bekoeistra? Mijn naam is Arin de Boer. En dit is de podcast van Omroep Friesland. We bin los met het seizoen 2023, 2024. Maar valt aan de linkerkant. Doelpunt 2-0. Kambuur is het helemaal kwiet. I'm a ride here waiting. Ion Nicole Hij doet het gewonnen, Mondavier. Ja, het is 2 2 voor Kambuur. Oh oh oh. Hij valt. Ik denk Wiebe dat Koistra dat Bierben Koorstra doelpunt maken. Wat een ontknoping! Nou, Jelle een wint jongens. En dat is het allerbelangrijkste. Kees van Wonderen verdwijnt, de kat de Catacomben in. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Geert van Thun, Andor Faber en uw speciale gast Sander van der Heijden. Sander, van het welkom bij ja, deze ja. podcast mij alleen nog voetbalgerelateerde onderwerpen. Ja. Uh, Leuk. Ja toch? Ja. 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 Is dat ja, trouwens juist een Studio Voetbal zien? Ja, dat was een interessante uitzending. Ja toch? Met uh, Van der Vaat, van Hoordonk en uh, Afelij. Ja, dan toch, ik toch gelijk van, wat ben wij dan eigenlijk een chique podcast? He? Wij nooit onder de gordel, altijd netjes. Nee, ja. zo ben wij net. Nee, nee, zo ben wij net. Nee. 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 <laughs> <laughs> maar uh, dat is wel mijn, mijn soort willen naar naar die uh, studio voetbal. Ja, dat, was wel, dat is wel een keer een leuke tv. Want dan, dan zijn het niet de cliché antwoorden die, uh, die je allemaal wel verwacht. Nee uit wie de, van de vaart de die voelde even nu tegen Pierre van Hooijdonk ja en dan nam die je aflevering je mee en op een gegeven moment was ze ja, uiteindelijk was het elkaar gewoon echt opzoeken. Ja, mooi man. <laughs> ja, ja. Mooi, mooi man. Ja, toch? Ja, en uh, efficiënt. Uh, Pierre van Hoordonk gooide Maurice Stijn nog even onder de bus. Ja, dat doet hij. Alle, alle keer dat hij de gelegenheid krijgt, doet hij dat. Dat doet hij dat, Want ja. ja, die Stijn had ooit een keer het lef had om zijn zoontje, en wij kennen hem allemaal, Sidney niet op te stellen. Nou, vanaf dat moment is het wel goed mis met uh, Van Hoordonk, CNN, ja. Stijn. En van uh, Sydney van Hoordonk naar Wiebe koorst, is maar een lichte stap natuurlijk. Zo is het. <laughs> <Zeker>. <laughs> Want Sander, hestel ook juich bij die goal van, uh, van Wiebe. Nou, ik vond het wel mooi want uh, ja, het is een, een, een jongen uit, uit de regio of van de club. En, uh, Nog maar zoont zoontje niet? Ja, dat is toch prachtig. Gewoon onbevangen. En uh, ja, de, hij komt voor zijn voeten. En, en ja, het is een reactie. Hij, doe, en, en, ja, en, uh, hij reageert precies goed. Ja, dat is toch prachtig. Ja, mooi. Ja, nou, ja, want hoe is je dat eigenlijk? Doe stond hij in de buurtmakers. Ook 17. Ook 17. Ja. Ja. Maar hij is krek wat jonger. Hij is nou twee weken zoontje. Ja. ja. Nou, ik voelde hem ook al wat ouder toen. <laughs> nee, maar de, voor zo'n jongen is het prachtig. Want die ontlading en, en, ja, en, en aan de kant van Noord, hè, dat, dat, ja, ja, kant. dat is toch iets aparts. En uh, het is toch anders als jij aan die kant scoort of, uh, of op Zuid. Ja. Dat is uh, ja. niet dat die goal minder belangrijk is, maar het is toch een uh... op noord scoren is altijd moeilijk. Ja, ah, dan, dan ga je daar naartoe en je... hekken hè? Ja en je merkt de gekte en de, de vreugde en en, de ja, jongens, en Stadion ontploft er toch aan door? Ja, het wie echt. Uh, maar vooral ik dat het in de, in de eerste helft dat het gewoon negatief, fluitconcerten, terjocht. want het lieken nou net heel goed. En dan 44 minuten later dat het zo kantelijk in, maar inderdaad de Meisingh hong in de hekken en ging hoe Oekraïenselijk tevreden naar hoe is het wie echt weer een, een ja, jong kambuur weer alles ziet. Ja, hey Geert, hoe gaat het met jij eigenlijk? Want uh, het is eigenlijk een medisch wonder hè, dat is toch je eens Een medisch wonder. Maar wanneer ben je toch van de beademing helle? Ja nee, dat zal ik je vertellen. Ik heb een bijzonder weekalijnhorn. Uh, ik heb dus uh, HSC 21 Harkema's Boys Dien. Dat diep in de blessuretijd van de tweede verlenging nog van de rijen twaalf efterschool kwam dat jouw trei wenst. Zullen we maar, even jijden op... hoe dat dan klinkt als to dan steeds maar oh uh, lichtelijk euforisch bent. Nou lit me jijde jongens. Is het uh, Bakuna die die bal uh, rondkruit leidt hem naar uh, Dijkstra in de koffer? Ja, 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 ja. <racht> ja! <racht> ja! <racht> <racht> hoe is het <dit> mogelijk? Ja! <racht> hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar het get noem wel weer. Ja en dan wist dan Hest nog uh, tweede gedeelte net mijn naam. Oh. Hest nou eigenlijk gedacht mist. Uh, maar juist er ik bij Jobbegeertje in Una. Zo. Oh ja ik nog. En dat die dus. hetzelfde soort scenario maar dan oorzoom. Ja en extremer nog toch. Wat en was, nog extremer want ja. zij komen op drie hier voor. <laughs> en uh, en uh, ja, het is echt bizar. En uh, in twee minuten, af en een maar het heeft twee doelpunten. En er wie een grote kritiek op een skiersjochter, want die doe al zo'n minuten lang spelen. Overigens, wie erbij harken, maar ze bij is, ik vjouwer minuten extra tijd in een verlenging van een kwartier. Nou. Dus dan heeft een heel soort doelpuntje in de verlenging ja, in de, de blessuretier. Ik heb het mooiste weekend van mijn hele leven gehad. In mijn hele leven? Ja, jongen. Ah ja, ik moet er heel wel altijd. Ah, ja. maar, maar dat komt omdat mijn lange termijn geheugen een beetje voor te krijgen op die leeftijd. Maar mooi, Maar fantastisch. En ik hier Jobbergeer, Sagunt hè, want wat is dat? Bin dat prachtige voetbalbalwerken. Jobbergeer, Harkema, prachtig mooi. En er gebeurt wat, jongen. En er weer een protte meesken bij. En in Haaksbergen En er zit een bus. Maar supporters van het door. Ik vind, ik vind het fantastisch. Ja, dat is dus een prachtig weekend. Hoor. Ja. Dat brengt me dan bij Andor. Want Andor, hoe is het met de verkeering? Eh, nog altijd goed. Mooi weekend hoor. Ja, mooi weekend hoor. Ja. Ja, het is ja. Nog, hoor. Het is nog, hoor. Ja, het is nog altijd hoor. Ja. goed zo. Jongens, dan geven wij de stellingen. Sander, ik heb genoten van de eerste helte van SC Jervingen. Ja. ja. Geert, ik heb genoten van het laatste kwartier van Kambuur. Ja. Andor, Kees van Wonderen had grut want die tweede helte wie komt te janken. Ja. <laughs> Sandor, Henk de Jong, is tak seizoen geen trainer meer bij Kambuur? De ontkenning, daar is hij weer. Ah, dat is een ontkenning. altijd lastig. Is hij nog wel trainer? Bij Kambuur? Volgend hij... seizoen, wat denk je? Volgend seizoen. Ja, volgend seizoen. Ja, want hij heeft nou nog een contract. Ik denk ja, wel, hij, precies. Komt, oh, hij Het komt is, niet gaat niet om lopend seizoen, maar volgend seizoen. Ja, seizoen. Volgend ja, ja. seizoen, ja. Ja? Dus hij, 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 hij bloot. Oké, okay. dus dan is het antwoord op de stelling nee. Nee, precies. Maar we ja, maar goed. We ja, ja, ik, ik, had ik het maar snel. Ja, ja, precies. Uh, Geert, Ion Nicolijs koopt scoopt er dit seizoen minimaal 20 in? Uh, ik heb zo'n 15 vorige week, dus uh, Libertariërs is ophouden. Oké, okay, dat dan is dus een nee. En uh, Sander, wie bekooist er uitgroeien in Utgroeien, ter de Sander van de Heide? Nee. 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 <laughs> Want er is een Marien? Nee, hij heeft andere kwaliteiten. <laughs> oh, <laughs> ja, dat is ik totaal yes. niet vergelijkbaar. Nee. 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 Want in hoeverre is hij dan oors? Nou, het is meer een buitenspeler dan iemand die mensen passeert. Nou, dat, dat moest ik niet proberen. En toen kon je wel mensen passeren? Nee, ik was echt wel van de steek. Van ja. 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 de ja. 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 Dat was het mooiste. Dat was het leukste. Dat bedoel, hij moest er ook nog een komen aan. <laughs> op de dat ik, nog dat, even. Dat was ik. Dat, ja, dat was wel mijn uh, handelsmerk en niet om mensen echt te passeren, zeg maar. Daar had ik had de snelle, de, de explosiviteit niet voor. Ik was niet langzaam, maar ik had niet explosiviteit daarvoor. Nee. En als ik op links buiten, of rechts buiten, toen de tijd, had je echt nog links buiten, rechts buiten? Zeker. Nou, dan ben ik wel ongelukkig als ik daar zou staan. Ja, dan hoef je gewoon echt te zien. Ja. En loeren, loeren, loeren. Ja, en, en, en mee verdedigen zoals Ion Nicolescu. Net. Ja, net. Nou ja, precies. <laughs> nou ja, dat, dat, dat. Maar dat werkte wel eens. Ja, dat zeker. Ja. Toen kon dat nog. Toen kon dat nog. Jij dat Jutendoor net meer? Mm, nee, omdat tegenwoordig is het, is het wel heel veel. Uh, uh, ja, loopvermogen, inhoud, uh, lopen, uh, schakelen, omschakeling. Uh. En dat klinkt heel gek, maar dat zie je bij de beste voetballer van de wereld. Uh, als Messi bij Barcelona, die verdedigde niet mee tegen, tegen Bayern München. Ja, en, en, en dat was, ik denk dat dit een jaar of vier geleden geloof. was of zo. Voordat hij naar PSG ging. Ja. Die van die acht, twaalf wat weer Ja, precies. Ja. nou word je volledig overlopen, dus dat, dat, het voetbal is anders. Als ja. Vroeger kon je nog eens even... Uh, ja, maar daar is natuurlijk ik trainer west. Ja. Kist jou als trainer goed omgaan mijn voetballers van die type, zoals die Jawel. zoals Stovir ja. voetballen. Weet je hoe dat? Je moet je eigenlijk verplaatsen in hun. Dus dat had Robin Malin, had dat uh, Mitchell Paulussen bijvoorbeeld, dat, dat waren in, in de tijd bij Cambuur als trainer waren dat de voetballers zeg maar. Bij de graafschap was dat Youssef uh, El Jebli. Um, alleen als je ervoor zorgt dat zij uiteindelijk op hun favoriete positie Vaak de bal krijgen zonder dat ze in het duel komen, vinden zij voetbal heel leuk. En dan kan je ook nog uh, dan kan je ook van hun verwachten van goh, oké, okay, maar dan krijg hey, je krijgt heel veel ballen, maar als we dan een keer verliezen dan moet je ook even je best doen om, om weer terug te rennen. Hè? Even heel simpel gezegd. Ja. En, en ook al kan je het niet halen, doe dan net even je best. Doe dan net even alsof je gewoon heel hard sprint, weet je wel, met een griemas op je gezicht, bewijzen van. Ja. Maar dan maak je een geintje van, dan denk van hé, hey, hij is niet gek. En dat ga ik ook doen. Want ik krijg heel veel ballen. Binnen een minuut heb ik hem weer. Kan ik weer iemand vrij spelen? Of ja. kom ik weer in. En als je daar zo mee omgaat. Ja, doen ze het lachend. Ja. En dan, uh, dan, dan waren zij niet de broed om iets mee te doen. Om mee te verdedigen. Dat was ik ook niet. Want ik heb ook wel nakomt iets. Tegen Sparta bijvoorbeeld. stond ik op zes. Of stond ik op vier. Of, of uh, raakte iemand mij van. Hey, uh, vooral toen Henk kwam. Uh, Henk die speelde er ook altijd heel goed op in. He, dus dus uh, die, die maakte gebruik van mijn kwaliteiten toen hij als assistent kwam. Ja. Maar uh, hij kon me wel zo bespelen dat ik ook echt, zijn, echt mijn best deed, ook voor hem. En als je trainers, als ik trainers zou hebben, die, die verwachten zeg maar, als nummer 10: van ja, je moet hard werken en een tweede bal en slidings. En, en je moet gewoon alleen maar hard werken. Nou ja, dan zei ik, er, nou, dan moet je misschien de rest back op die positie neerzetten. En, ja. ja, maar dat. Dat, dat, ja, je moet hem <coughs> maar proberen te raken. zeg maar. Ja, dus dat bestaat, uh, Sandor. Trainers, trainers die spelers kunnen raken. Die 100%. Die dat is voor toch essentieel. Zie je dan ja. een voetballer waar ze In dit waarin iedereen maar hartslagmeters omrent. waarin staffelen, sprintmeters, meidje, mast. En... Kijk, in de laatste periode toen hadden we ook al van die hartslagmeters. en die zaten toen allemaal nog hier. Hè? Ja. Je hebt ze nou op je rug zitten. Ja. Ja. Maar toen hadden we ze hier, hè, dus dan, dan had je ook echt zo'n... Op het worst, ja. Vroeger zo'n Nokia-telefoon, je had nou die hele dunne. Nou, dat, dat was ook zeg maar, toen het kwam het had je die hartslagmeet. Ja, ja, maar dan nam je een bal op je borst aan. Ja, en borst ben je kapot nou, zo. <laughs> dus dat was... En de Nokia-eik. Ja, precies. <laughs> dus dat was, ja, vond ik helemaal niks. Nee. Vond ik echt helemaal nee, niks. Nee, en ik nee. weet nog heel goed, dat was een leuke anekdote. Uh, we gingen uh, op, op trainingskamp naar ergens naar Turkije en ik ging niet mee want ik vloog niet en toen kwam de looptrain bij mij hij zei Sander je gaat niet mee maar het was in de winterstop hij zei als we terugkomen ga jij een conditionele test doen en dan wil ik zien dat jij in de vakantie dat jij hier bent dat je ook echt getraind hebt voor jezelf ja en ik zei kom maar goed dus ik had natuurlijk niks gedaan nee. <laughs> ik... nee, dat nu we dus dan wanneer <laughs> ik ga een week extra vakantie en, uh, uh, maar goed, die conditietest kwam wel. En toen dacht, en dat was nog in een, in een sporthal bij in Oh in die zaal. Ja, oh ja, ja, ja. Die pieptest. Dus wij met z'n allen die pieptest. Dus ik ging met die groep mee en uh, ik denk, ja, die hadden getraind en ik, ik had het helemaal niks gedaan. En ik denk, ja, maar nou moet, ik, nou kan ik mezelf niet voor lul zetten. Dat kan niet. Dus, en dan haak ik wel een knopje ergens. Nou moet ik echt eventjes normaal doen en dan stapte ik als, als ene laatste uit. Dus ik was zeg maar de de tweede qua inhoud. Ja, ja, ja. 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 Maar dat, maar dat was puur een knopje die ik daar zelf had, want ik ja. had niks gedaan. toen nee, en kwam die trainer bij mij en zei, nou, ik zie dat je gewerkt hebt, klasse. Vind ik mooi. En je hebt hard getraind voor jezelf. Ja, ik zei klopt. <laughs> <laughs> maar dat. Ja, dat. Want ja, zo, zo ja. <laughs> dan is het natuurlijk een cambieman. Cambu ja. um, is die een club. Wat keert er dan in die om Aston naar Cambridge te schenken? Die oude vreet, mm. Chin Emmen. Mm -hmm. Hoe zit het naar die wedstrijd schenken? Nou, het was spannend vooral. En ik ja. vind het mooi dat, dat uiteindelijk die 2-2 valt en dan gaat iedereen tevreden naar huis. En dat, het was ook mooi, alleen ja, het, was, het, was, het laatste kwartier was spannend, maar voor de rest was het kwalitatief, was het van Emma en van Kambu in balbezit. Vond ik het gewoon ja heel matig. Ja, en kriebelt het dan ook bij je om om Kambu weer te helpen? Ja, maar het is niet, niet realistisch, want, want um, dat heb ik wel bij alle ploegen wel. Wat ik zie, hè, dan, dan hebben ze achter in de bal en dan spelen ze ballen af naar de backs of, of of middenvelders komen die ballen halen tussen de centrale verdedigers in en dan. Je speelt niemand uit en er gebeurt eigenlijk niks. Het is wandelvoetbal. En ik zeg altijd: van als, jij, als je de bal hebt, waar ook maar, je moet altijd uit duel blijven. En dat doe je alleen door altijd mensen uit te spelen. En dan moet je het lef hebben om te wachten. En dan moet je instappen. En dan moet je overal situaties creëren. En dat, dat, dat zie ik, ik heb bij Emma 0 gezien. En ik heb het bij Kammer ook 0 gezien. Ja. En dan wordt het een wedstrijd waarbij, ja, dat kan alle kanten op gaan. Maar niemand is echt beter. Ja, misschien wel meer balbezit. Ja, je kan de bal hebben achterin. En dan heb je 63% balbezit tegen een 37%. Maar als je niks creëert en er gebeurt niks. Ja, is het leuk. Maar ja, je hebt er niks aan. En dan is dit soort wedstrijden. Um, als Cambus zo blijft voetballen, laat ik het zo zeggen. Dan zullen ze nog een keer zo gelijk spelen. Of je krijgt hem een keer tegen in de laatste seconde. Met alles of niks. Of. Uh, je wint hem een keer, alleen dan, dan zul je niet overtuigend zeg maar, bij maar de eerste vier gaan spelen. Daar geloof ik niet in, zoals ik het nu gezien heb. Ja. Nou, gelukkig wie er op het allerlaatste moment nog uh, Wiebe Koester, de gevierde man van het uh, oudere Vicoin. Ja. En dat komt goed uit, want we kennen nu even mij. Uh, maar Wiebe Belly, want omdat het goed is, hing het nu onder de telefoon. Dag wieben. Hey. Hoe hey. wie die Vicoin? Ja, eigenlijk wel. Ik doe net beter. Nee, en dan wint Harik ook nog van HSC. <laughs> ja, ja, dus uh, ik krijg dan even mij bij je commentator dan. Hoe moet die was, gang dat, dat weet ik niet. Hè. Ja, precies. Je ja, hebt de komst natuurlijk van de Harken, maar hoe lang voetballen stel je al bij Kambuur? Eh, bij um, dit is mijn vierde eerder. Ja. Oké, okay. en Kamstel vroeger als supporter, als. Ik al, al, ik als, uh, ik al bij Kambuur? Na uh, voordat je bij Kambuur zit, uh, nee, net echt. Nee, nee, maar is het wel een favoriete speler bij Kambuur of ik net? Uh, nee, ik net. Nee, ik net. Ja, misschien Sander van der Heijden zit hier aan tafel, maar hij heeft nog nooit van Jet. Je dat wel. Oh, dat wil <laughs> dat wel. Hey, maar even jongens, Jeroen Taver hier rond tafel. Win je mek verrast dat hij erin kwam, Eigenlijk, uh, want normaal gesproken zijn jonge jongen die komen er vaak in bij een 12-afsprong trein of vastprong. Noost in ze met 12 achter. Ja, maar dat is wel mooi en, en en dat was hetzelfde met Smit en Smans kwamen met z'n drieën volgens mij. ja, en, uh, dat is ja, dat is. Eigenlijk, eh, wat je zegt, normaal gesproken, als 3-4-0 voor staat, dan eh, neemt de trainer een beslissing om eh, de jongens een, een debuut te laten maken. Maar dit was wel. Eh, dit, nou, dit, dit, vertoont wel dit toont wel lef. En, en dat vind ik wel mooi van LT dat hij dat doet. Ja. Wat zei eh. ik wat van de voetballer? Of hij is maar zo'n wantje hier. Zeker. Ja, we nou praten, woorden, wils hier aan de telefoon hingen. Zeker, zeker. Ik heb hem in, uh, bij mijn eerste, dat ik hem met eerst heb, ik denk, oh, dat is weer een echte. Ja. Dus het is een echte, hoor. Ja, ja, maar het is onbevangen. En dat moet je ook houden. En, en elke keer in één tegen één blijven opzoeken. Zoeken, zoeken. zoeken. En, ja, ja. en dan gaat het honderd keer mis en dat is allemaal prima. En dan word je een keer gewisseld, dat is ook prima. Want de de opdracht, wie hebben Want wie wat, wat hier? Ja, wat wie de opdracht? Die opdracht has de Creean Wierbe toch? Gewoon lekker onbevangen spielen en in acties, meidje. Ja, gewoon lekker, uh, lekker vrije voetbalje en. Uh, net bang was zo'n fout maken en elke keer een fout maatje, um, om de volgende keer, twee keer, zijn we het nog een keer in duel verlenen? Ja, maar wie is ik zenuwachtig van tevoren? Want ja, op het moment dan komt het 14 en dan. Ja, um, de wedstrijd is natuurlijk Janis en Jannes en Milvis voor de wedstrijd die ik echt deze zenuwachtig. Maar in uh, dat toen ik in eerste week was, op voetbal en net, uh, ben ik net meer zenuwachtig. Nee, dan is alles in één keer alles valt aan voet. <tus> Maar ja, dat valt al een soort, dat is echt uh, in het spultje. Ja, als ik een hoop reacties van. Hier bent jij vreed? Ja, heel vroeg. Ik, uh, ik ben eigenlijk nog steeds bezig om op zal je te reageren. Want uh, <laughs> ik ben echt heel vol. Heel kan maar het bellen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Mooi. Hey, dit, dit is natuurlijk die mooiste voetbalmoment uh, ontnota. Kijk, ik moet eens intinken. De heeft is nog niet in de buurt uh, ik kan me in dat dat misschien ook wel die persoonlijke doelstelling was van dit seizoen Om minuten te marchen in het, in het eerste. Uh, dat herst nou die En wat is nou die volgende doelstelling? Um, ja, om nog meer minuten te marchen. Ik was zo vol mogelijk minuten in het eerste. En uh, ja, ik was zo vaak mogelijk mee te trainen. En dan uh, zul je vanzelf uh, hoeveel het komt. Ja. Yeah. Nou jongens, dit, dit wordt een mooie toekomst van Wiebe. Ja, en als die uh, docht wat, uh, wat ik denk dat hij zegt, dan kon dat volgens een transfer in kennen van, uh, van 6-0. Oh, nou ja, we waarin helemaal het hut van stapel, ja, Wiebe? Maar, we lezen, we lezen, de miljoenen ik, bedragen die lezen 0 op tafel. We lezen de drugs er even op, Wiebe. Ja, yeah, ik get het. <laughs> maar zet de jaren er wel vrij nuchter mee om hier. Ja, dat is geen probleem. Ja. Oké okay, jongen, nou, dat was nou trainen, hè, volgens mij. Dus tien uh, getankt, dat steven even op de telefoon komen mevrouw. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Dag, liebe. Ja, prachtig verhaal natuurlijk, Sander. Ja, en hij zwaag er echt voor dat, dat het hele publiek, dat hij mij een goed gevoel naar hoesten ging ja en, en, en uh, het was voor mij het, het was echt een laatste minuut hè want ik denk dat er ja. bier op het veld van weer Anders Anders moest hij nog een keer gestaakt worden. Is dus, ja. dus één keer staken. Dus, maar uh, moest niet meer bier bij, eh, want dan klops, was het Klopt, klopt. Dus dat was wel mooi dat die timing was eigenlijk perfect. Dat was eigenlijk gelijk in het laatste fluitsignaal, Ja. Want anders moest hij waarschijnlijk nog een keer gestaakt worden. Ja. Eh, maar elke niet hier een uh, goed gevoel hoes. Ja. ja. Is trouwens wat er net mijn goed gevoel hoes te gie? Kees van Mooi brechtje. Mooi brechtje. Ja, heel ja, mooi. Maar ja, ja. Wel valt het weg, hè? Ja, ja. ongelooflijk. Nee, maar ik, ik, ik... Weet je... Dat klinkt heel gek, maar je kan... Je kan um, uh, als je wint, kan je veel kritischer zijn. Ja. Peter Bos, die is ook heel kritisch. Dat al snap ik. ik helemaal. Want als je ja. verliest en je bent dan kritisch, dan brand je iedereen af. Ja, dan geeft in de... He, en als trainer kan je, als je wint, kan je heel kritisch zijn. He, want we hebben gewonnen, dus we hebben echt wel goede dingen gedaan. Maar we gaan nou even kijken wat we allemaal niet goed gedaan hebben. Dat is makkelijk te accepteren voor een groep. Voor spelers. Voor, uh, Ach, hij was nog de... heel erg vernietigd. Ze wist even Jelle ja. naar je, uh, ja. Kees van Vonderen? Ja, enorm teleurgesteld. Ontgoocheld eigenlijk over de tweede helft. Hier wat, hoe we, daar hebben, hoe we de, ons daar hebben gepresenteerd. Vanaf minuut, minuut. Ja, we krijgen nog de, de eerste beste kans om, om, om 4-0 te maken. Helemaal alleen 1-op-1 op de goalie. En daarna hebben we begonnen met Andries in de opbouw. Dat die, Ging, dat ging maar net goed, zeg maar hele rare dingen. Een tackle in de 16, waar een penalty uit komt, niet meer mee verdedigen, lange ballen waar we mensen kwijt zijn. Uh, niet meer terugsprinten, niet meer in de organisatie. Uh, tweede helft, hebben we heel weinig goed gedaan. Maar dat is vooral wat blijft hangen, want jullie speelden wel een hele goede eerste helft. En jullie hebben ook gewonnen, natuurlijk. Ja, dat is op dit moment wat er bij mij blijft hangen. Ja. En hoe kan dat dan? Nou, omdat dat. Ja, omdat wij deze wedstrijd hadden we zomaar uit handen kunnen geven. RKC had hier gewoon qua kansen misschien wel moeten winnen. Ze kregen echt volgens mij 4, vijf, honderd open, open, open goalkansen. Uh, en als je dat afzet tegen de eerste helft, uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel bedenkelijk. Ja, je hebt je kapot geërgerd, zo te zien in de tweede helft. Ja. je dat het wel op mij makker, Sander. Dat die trainer na een oerwinning zat te keren hier. Nee, maar ik snap, ik snap dit wel. Ik snap dit heel goed. Want, want de tweede helft was schandalig. Alleen, ik weet zeker dat, dat Kees nu niet naar het resultaat kijkt. Maar die zit eigenlijk nog in een soort voorbereiding. He, dus je kijkt niet naar deze wedstrijd. Maar je moet vier naar de wedstrijden kijken. En, uh, dus die zijn met de voorbereiding ergens mee begonnen. Dan ga je naar balbalseert. Dan ga je naar balverlies. Uh, omschakeling. Hoe stijf verdedigend. Uh. Kijk, en die spelers, weet ik zeker. Het is 3-0. Daar voel je aan alles met rust, die ga je niet meer verliezen. Dus het wordt allemaal minder in de tweede helft. Dus we gaan minder doen. En uh, dat is allemaal logisch, want die wedstrijd is gewonnen. Alleen de trainer, die kijkt van oké, okay, maar ja, uh, volgende keer zijn wij niet met 3-0 voor. En ik wil die vastigheden houden. Ik wil die vastigheden nog meer in. En ik wil dat ze het gevoel hebben van, hé, hey, als ik nu uh, 10 meter verder uh, uitzak of, of, of diepte pak, of echt het sprinten, zeg maar, in de diepte, in plaats van op nou ja, een beetje half tempo. Uh, kijk, daar kijkt hij naar en ja. dat was, ja. Maar hij Ik, zag ook een reëel gevaar, want hij had ook gezegd, als zij 3-2 maken, verliezen wij de wedstrijd. Ja, en had dit gebeurd na je nee, weekendje ja. in FC Utrecht. Dan gaan we ja. ongelooflijk op de kloten Alleen draaien. toch heb je heel vaak als spelers in, in, de, in de wedstrijd van, ja weet je, dat, je ziet het niet echt gebeuren. En die kansen worden wel gemist. Dat snap ik wel, alleen als die 3-2 niet dan kan je toch? Ja. ja als je niet Het valt, gebeurt het heel zo, vaak het, niet. Ja, nee, Precies. Nee, nee, de drie, nee. 3 0 was gewoon echt. Kijk als 2-1 is met rust is het heel anders. Ja. Weet ik zeker. Alleen ik snap zijn irritatie wel. Maar dan ja. Ja, dan hij, dan hij dan gewoon dan ik hier op een ja, gegeven moment. was hartstikke frustrerend. Ja, ja, ik maar hij hij do ik doe een interview. Ik denk van dit is een man die die eens naar boven draai en die nee, leidt hij stapt in de auto en hij deed zijn contract inleveren. Nee, maar hij kijkt dus echt verder dan zo'n wedstrijd op 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 zo'n ja. avond zeg Ik maar. vond het wel mooi hoor. Ja, maar dat ik vond het is, wel mooi. Ja. En maar hij heeft ze nu ook naar. Ik wil ietsje meer optimisme inkennen. Ik had je zo naar de tarijding van Jereveen. Het hoort al in het oer. Er zijn nog allerlei posities waarvoor ze naar je spelen is Nou, dan hij is aan eerste wedstrijd. Die winnen je, win je in de eerste helft. Je speelt je heel aardig voetbal. Zeker. Dan, mij dat ik wil iets meer naar voren komen. Ja, toch? maar hij, hij is ja. wel blij dat ze gewonnen hebben. Jawel. Dat dat hij ook wel. gezegd, Het is wel. Ja, een overwinning prima. Maar hij kijkt puur naar van. Oh jongens, we zijn wel heel beperkt op het moment dat, dat wij onze afspraken niet nakomen. En ik wil dat we zo ingeslepen hebben dat dat helemaal automatisch gaat. En ja. Daar kijkt hij naar. En hij kijkt ook naar van het enorme verval tussen eerste en tweede als Viersten te Grut, de trainer. Dan denk je, ja in godse als, als we dit net onder controle krijgen, dat, ja. dan hebben we echt een structureel probleem. Maar stel je nou in, dat die in de korte te komen, te, even tevreden. En Kees van wond. nou is er dan net één ding dat Goehe in die tweede helft? is. Er misschien één ding. Hij moest even nooit denken: zo, ja, wie een wel een woon aardig ingooien. Ja. <laughs> En maar, ah, ja. en maar dit, dit was, is eigenlijk een perfect moment voor een trainer. Ja. Perfect, ja, want betreft. hij kan iedereen uitbranden. Ze hebben gewonnen. Uh, hij kan het ook laten zien, zeg maar, mm -hmm. hè, in deze week wat, ja. hè, hoe beperkt het kan zijn als, als, als ze niet de afspraken nakomen en waarom niet? Ja, mooi kon het eigenlijk ja. niet voor hem. Nee. want RKC, daar zouden dus ze niets kieken al van. Uh, Mister Borluk, wat konersen, vooral die onvallende middenvelder. Ja. David Min kreeg David drie ben. hele opleinen Ja ik tocht anglik David Min wat voor sterkte zul je hebben ja, <laughs> maar goed niet, niet minke min nee ja, dat maar goed plus. dan het uh, ja precies maar dan die uh, Niko het beter dus zijn dus de 15 doelpunten ja dat heb ik vorige week zo nou dus hoe er dan nog nou ja nou ja, ja. wat 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 wie die een indruk van Andor van Niko ja uh, uh, ijverig uh, en ik, ja, dat doelpunt is natuurlijk dat zit hier er heerlijk in uh, technisch een hele knappe goal um, ja dat je neigingen nou dat hij pas strijken in mei traind had om te onder dus hij mag nog wat in die team komen uh, hij mag nog een beetje rekening horen maar hoe jaren vind spelen wat de intensies binnen dan kan het alleen nog maar beter gehen. dus prima eerste indruk en tot 20. Nou, net de hut van Stapel in, Maar het is natuurlijk ook lekker voor de jongen. Want die <totstuk> komt hier in, maar Grutte Praatjes. Nou ja, we hebben het interview: Joon maar of or een mandje. Give me the ball, I score goals. I killed the leak. En uh, wat jolly van het zijn ja, net. Ja, ja, Ik ja, had ja. een, een journalist van <totstuk> VI en die wie net bij die presentatie, die wie digitaal onwezig. En op een gegeven moment de verbinding haperen wat. En dan zei die Nicolescu, hè, gewoon zie die man van ja, dan was naar internet je internetkeer, want dit liep het alleen ergens op. Ja, <totstuk> sterker nog, we kwamen <totstuk> met in in de katacom. Want hij moest natuurlijk oerel heen naar NOS, de Sport, naar ESPN. Moest naar de kranten. En toen kwam diezelfde jongen van VI weer in en hij zei: hem, Hey, is je al ready bij nieuw internet? <laughs> ja, dat is wel, heel erg, dat was wel uh, heel erg grappig. Maar goed, ja, hij laat wisselen omdat hij net mooi verdedigt. Nou, dat is eigenlijk wel een het aan, <laughs> denk ik. Ja, toen kon nog. De... Stanley, ja, toe... Menzo? <laughs> Stanley Menzo, Stanley Menso? Ja. Nee. Of Gertje Kruis. Nee, wacht even, nee, 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 Menzo met, uh... vergis Je vergis hem dan nou in Menzo. En, want even, je moet onthouden wat hij in jette podcast die je vertelt. Je, oh ja. Je termijngeheugen is ook niet alles. Nee, klopt, want Sander van der Heijden heeft altijd beweerd dat Stanley Menzo een geweldige trainer was. Alleen als mens kon hij slecht met hem doorheen door. En Ik en denk dat, dat wel is... met 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 Juri, uh, uh, Juri Koolhoff. Die. Uh... En Alfons, Alfons de uh, arts. Ja. En uh, ja, dat dat was ook ja prima. Ja. Want dan zou ze dan maar rechtsback op Ja, rechts om je ja nee, maar dat meen ik ook serieus. Dat dat. <laughs> ja, dat meen ik op, dat dat ja. met echt serieus. Ja. 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 Maar en, ik ben wel benijd van Koe was was vies van dit nee uh, dit nieuwe ah, Ik vind het wel mooi. Ik ik. Hè, ik zei net ik zei is een beetje de nieuwe Rodion uh, Kamataru. Uh, ja. van uh, Nou, het is 30 jaar terug. Ja, ja dat is mooi. Oh, ja. Kami, Kami, Kami die uh, speelde zijn laatste wedstrijd voor Sportclub op in de bekerfinale dat in Ajax. Ja. En dat en die 2 een jongetje 6-2. 6-2. hij, scoorde de tweede. Ja. Wie het zwijzigen en hij maakte Klopt. nog de zwijzende. Klaarblijk. Ja. op die man. Recht op die, scoorde nog de goalmaker. Toen speelde ik nog een voorwedstrijd. In die, ja? tegen, met een heer Veen bijeen tegen ASB uh, in de oh, Kuip. In de Kuip? Ja, ja zeker. Ja. Ja, okay. en ja. scoort? Ja, vier keer, zes assists. <laughs> maar niet mee verdedigen. Nee, wij zaten gewoon in Rondo, zaten we. <laughs> ja, 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 we zaten ja? Ja, ja. in je man, als. Ja, maar dat, Enig idee nog? Nee, nee. Want die waren we eigenlijk 14, die Bergkamp. 15, ja. denk ik. Ja, 93, Sander. Ja, hij ja, ja, is, nou, ja. is ja. in eigen geboorte ja, daar nog wel aan. Ja, toen zaten al 30.000 man. ja. In het natuurlijk stadion wat. al. Hè? Ja, dat was geweldig. Ja, fantastisch. Was een geweldig. Alleen die spits, deze, die, uh, dit vind ik wel mooi, want dit is echt zo'n. Uh, uh, ik denk dat dit een soort spits. Ja, dat is een ander niveau hoor. Maar uh, Tom Hamann, die ken je natuurlijk ook nog wel van ja. ONS van vroeger. Ja, um, ja, no. die, ja maar dat was, die, die was in de 16, die wist precies altijd waar de goal, waar de goal was. Ja. Dus, en, en sommigen hebben dat, op welk niveau dan ook. Maar ik heb wel het idee dat dit zo'n jongen is die uh, ja, in de 16 echt, echt altijd weet waar de goal Volledig is. Volledig bewust van zijn positie. Precies. Ja. En, ja. en dat is daar spits echt wel een uh, hoor. kwaliteit. Hoor. En daar is oh. dit doelpunt wie daar een fabulet ja. van Want hij, hij neemt hem om op ja. het kwast en hij tinkt eigenlijk net nooit. Nee, in één keer. Klopt, maar Prachtig hij doelpunt. Hij nam hem aan, die aanname was echt goed. Maar hij schoot hem ook snel binnen. Dus hij wacht niet zeg maar totdat hij weer gaat stuiten of een nee. dropkick en nog een keer aan. Want dan is het moment weg, hè. Dan, dan krijg je druk weer. Hij, hij rond hem echt heel snel af. En dat is. Dat is wel echt een kwaliteit hoor. Ja, ja. Nou, ik weet net dat de supporters van Jere Vinger binnen een, een, een type Ton Haarman in de spits. <laughs> nee, een nou, ander <allemaal> niet nou, <laughs> nou, nou, je van. Naar je van. Je ja, een ander niet Ja, klinkt al beter. Dat klinkt dan ja. uh, beter. Ja. Ja. Dan nog even uh, Alex Timossi en Tibor Halilovic. Die uh, verlieten Jere door de Efte door. Die werden helemaal net meer in de selectieopnaam. Die uh, werden helemaal op een zietspoorset, viste van. Uh, nou ja, het is natuurlijk naar de tak omstaat, uh, wel logisch dat je jongens die je een perspectief hebben, die het voortmaaien, dat je die net meer inzetten. Ik vind wel een dat je respect Maar ja, altijd heel toek is uh, dat kun je afregen. Jonsan emotie... Halil, Halilovic zet natuurlijk best wel weer de hand van Jerevien. Ja. ja toch? En die. Uh, ja, wist je wel, je kind altijd op de bank zetten dan alsnog net invallerlitten. Nou, er nou, er zitten nu jonge jeugdspelers op de bank bij, uh, bij SCRF in. Echt hele jonge jongens, die al in hun debuut nog mooie matten haast. Maar Halilovic, dat is wel een, jongen, een karakterjongen, uh, altijd even chill zit. Hoe je die nog wel opstellen kent. Ja. ik ze Timossi is eigenlijk wel misleren. Hij is er zo'n ton voor betellen, dat is gewoon wat. Halilovic kost het trouwens meer dan een miljoen. Ik ben ik bedragen wat Jerefin hem eigenlijk net veroorloven, Kim. Maar goed. Wat Ja, ik vind Halilovic vond ik verrassend. Ik, 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 dat, ik, dat vind ik wel een beetje, een beetje over de top, eerlijk gezegd, om die zaal voor te sturen. Ja. Hey, we hebben een, een, uh, een nieuwe rubriek. Oh jee. Die hebben we week hebben we die geïntroduceerd oh. hè? Want Rulof zei het altijd van: 'Als hij hier om tafel zit, dan we om zijn mening. Ik hak je een glas en bol. Nee, dat klopt. Maar hij heeft wel een enorm onderbuikgevoel. En uh, ik stelde hem vorige week de vraag van: 'Waar zit er in de spitsje in RKC?' En hij zei Nico Nou ja, hij heeft gewoon knap. Dat gelie. zei hij net. Oh, zei hij dat Hij net? zei Carlsbaak. Zei hij Oh, hier nou oh. dus. Nee, hier Dus het, het enorme onderbuikgevoel van Roelof, dat zei ik helemaal niks. Maar Dow is koper ik lekker bij. Ja, excuus daarvoor. Maar goed, <laughs> Dink, Karlsback, hij is er 2,2 miljoen euro van betellen? 2,2 miljoen Hij is euro. nog net als want ik kijk Kees van naar Vregen, uh, Vreed, maar uh, het nummer wat meer, die het nodig? Oké. Okay. Maar ja, het is wel heel opvallend, want dan Heli, een jonge een jongen, jongen, ik snap, hij moet, hem eerst, hij moet hem onpassen, maar hij is hier al zo'n januari, hij is er dik 2 miljoen van betellen? Dus we hebben wel een heel soort vertrouwen in hem. Uh, maar hij zit altijd op de bank. Pellen van Amersfoort, wat eigenlijk een middenvelder is, mocht in de punt van de onval In de spits, op zijn positie in die laatste oefenwedstrijd. Maar daar heb je echt geen vertrouwen in hoor. Nee, toch? <laughs> nee, dat ook niet. Nee. Nee, ja, dat is dan niet zo moeilijk. Nee. Hij is hier sinds januari en we hebben heel veel vertrouwen. Maar ik zet liever een middenvelder in de spits dan in de spits. Ja. Nou, dan heb nee. Hij nee. De hele voorbereiding, hij die een zo... Nicolijs. Nee, die Komt kom manje -ja je binnen, bij je op de basis. Als je hier zeven maanden bent, acht maanden, nou dan, dan moet je toch wel het systeem en alles dan en de cultuur en het land. En snap ik allemaal wel, maar na acht maanden is dat, uh, moet dat goed zijn. En als dat niet goed is, dan uh, ja, is het misschien ook niet goed genoeg. Nee, want Nicolijs, goeden die komt uit, uh, uit Israël. Die is, die is, je, die is je manje, 2000. is manje kaam. <laughs> ja. Die doet wat trainingen mooi, zit in de basis in RKC. Ja, maar die krijgt geen vertrouwen, daar heb ik geen vertrouwen in. Nee, <laughs> nee ja, maar natuurlijk is dat ja. Ik snap dat, dat men moet dat zeggen. Ja, we hebben er nog vertrouwen in, natuurlijk. Ja, natuurlijk ja, moet je dat zeggen. Ja, maar dat slaat nergens op. Maar op. vooral voor ja. zo'n het prijskaartje, denk ik. Ja, maar het slaat nergens op. Nee. Nee. Nou goed, ik heb je uh, een wervvraag. Nee, toch? Nee, nee, okay. vraag. De glazen bol En de glazen bol <laughs> de vraag deze week is: uh, Andor, Stjert Wiebe Koistra, komende vreet, Utje in de basis. Nee. Nee. Oké. Okay. Nou goed, ik noteer hem. Ik hoop dat ik hem onthoor, kind, van Najewieken. Oh nee, ja, dat ben ik het trouwens net. Dan uh, zit Sisto hier alleen nog op tafel. Ja. Uh, oh, dan mag ik hem onthoren dus. Dan mag je hem onthoren. Oké. Okay. Ik, ik hoop uh, hopen dat we nou dezelfde vraag krijgen over de spitspositie van Cambuur. Want dat vind ik wel interessant, water en stingen De spitspositie, ja, ja wil het ja. Of dus De vraag het het... is dus: dit Uldricus, Takum, Wieken, Zin, Telstar in de basis? Ja, Wat je... zoest van Sander? Wat van Sander? De eerste ja. wedstrijd Dat hij met 100% miste. Hij miste ze. Een trainer oh. die de hele tarieëring zei van de spitsen zit. Hoe dicht bij elkaar. Qua niveau. Milan Smit, die een hele goede invalbeurt. Ja. En die penalty van is, ja, die zie je ze nog. Ja, die bal is kwiet. Ik... Ja. Dat is toch is 80 euro. Wel, uh, of ben wij maar vierste opportunist? Nee, nee, nee. Kijk, absoluut had Milan Smit een goede invalbeurt. Alleen het, je kan ook niet zoveel fout doen, hè? Want het is 2-0. Dus mm -hmm. Alles of niks. Is nee. dus lekker beuken. Lekker twee van de lange Jongens. Hè? Ja, natuurlijk. Met, met hem erbij, twee van die lange ja. Toen begon en, en, de Lange Jongens. En Emma gaat, de gaat de nog banden. een keer wisselen. Die gaat er nog een vrediger bij gooien. Dus die komen er helemaal niet meer uit. Nee. Dan kan je ook niet heel veel verkeerd doen. Ondanks dat hij wel goede dingen gedaan heeft. Hè? Ja, ik voel Alleen, hem heel rap. Nee, eigenlijk. klopt. Alleen de, de, de situatie om op dat moment in te vallen is best wel prettig. Maar en ik zoek jij, de keuze misschien in meer meidje toch het falen van Odriekis, Wat hij het seizoen. Keer op keer die hij had, wat hij dus nou, uh, nou ja, in de allereerste wedstrijd gelijk weg had. Want hij krijgt naast die penalty nog 200% kansen die hij ja. mist. Uh, en natuurlijk, Smit valt die maar invallen. Dat keer ik net vergeliek je. Maar ja, altijd een trainer beweert dat ze heel dichtbij buikhoud zitten. Ja, dan zoek ik. En nou ja, al is het maar in je-wedstrijd, zoek ik ze Van nou, uh, Milan, je stod er dan ook erin, in. Lestod er nog, niet, maar je staat nog niet. Ja, ik, ik ben meer van, als je ergens als je een keuze maakt, dan moet je hem ook uh, een periode laten staan. En voor alle spits. Ja, en, dan en, en, en dat is bijvoorbeeld, ik noem maar wat, kan tien wedstrijden zijn. Maar dan, dan moet je dat ook zeg maar. Uh, je kan wel zeggen: ik geef jou nu vertrouwen, maar dan moet je het ook doen. Want het is niet, ik geef nu vertrouwen naar een Ja, het zit toch dicht bij elkaar, het zit anderen ja. andere erin. Oh, dat is lekker. Oké. Okay. En dan zeg je dan tegen Milan Smit: nou, ik geef jou nu vertrouwen. Ja. En dan, ja, dan laat het, het misschien, je, hè? En het en en het en dan heb je Milan Smit net een pepernoten. Ja. Nou, allemaal Maar dat zou heel realistisch kunnen zijn. Het hoeft niet. Ik hoop het niet. Maar. Dus ja, <laughs> vertrouwen. Ja. hij ja. ja. u eigenlijk een Shorts een OT-fan? Ik, uh, ik vind dat hij echt uh, uh, keurig de, de, uh, uh, voor de club staat. Ik vind hem een hele nette man. Um, uh, ik, ik ben ook van overtuigd dat hij voetbal gek is. En dat hij ook echt zijn energie en, 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 en zijn hele hebben en houden erin stopt. Um, dan nou komt de maar. Ja, nou nee, ja, ik vind het ik vind het voetballend gewoon in balbezit vind ik het gewoon echt ver onder ondermaats. Ja, door snap zien wie ze van voetbal zien voetbal idee snapstou eigenlijk net. Ja, maar ik zie niks. Nee, maar dat zie je bij veel trainers niet. Ik zie geen voetbalidee. Wat is dan? stand? Adoxius kan bij voetbal in en dan even even, uh, ter even ter illustratie want, want ik denk dat 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 is wat de niet crackt De eh in balbezit ek, uh, het lef hebben om geduldig te wachten om te wachten. Dat is wat crackste Ja, dan, om te heb ik ja. altijd het beeld voor ogen van uh, Kelvin McIntosh, mm -hmm. die in het centrum van de verdediging de bal krijgt, mm -hmm. om hem heen En net zocht wat hij zei, namelijk dat de eruit uitstaat, zet een poort op de bal en zegt, nou ja, oké, okay, kom maar. Ja, dat, dat... Was, dat was één keer, toen stonden we 1-0 voor. Ja. Toen was een anderhalf jaar Klopt. tegen verdedigende waren we waren even klaar mee. En dus ze ja. zeiden van, nou weet je, we staan 1-0 voor, gaan we eens op de een bal staan en laat ze maar druk zetten. Ja. En uh, alleen het, het, het gaat er mij om van, als je de bal nou hebt, het begint van achteruit, je opbouw, ja, of je schiet elke bal naar voren, dat kan ook. Maar als je de bal van achteruit hebt, speel je het uit, want je hebt daar extra mensen. Je hebt altijd mensen over, want de tegenstander wil altijd eentje vrij houden achterin. Die wil altijd plus één houden achterin. Dus ergens anders op het veld heb je één over. Ja. Alleen dan moet je dat positiespel dus uitspelen, die extra man. En Uiteindelijk kom, moet je dus eentje, een, een extra... Spelen van achteruit moet jij extra op het middenveld krijgen, vanuit je positiespel van achteruit. Dus als okay. jij de 4 tegen 3 uitspeelt, dan moet er één van die vier uiteindelijk op het middenveld komen om daar weer 4 tegen 3 te creëren. En dan krijg je dus uiteindelijk, want een Robin Molle en een Mesut Paulus en die hoge middenvelders moeten ook wegblijven, want die krijgen later wel een keer de bal. Die moeten erop vertrouwen dat het achterin uitgespeeld wordt. Alleen dat betekent dus dat jij, als je vrij bent als centrale verdediger, dat jij in kan dribbelen in het middenveld. Ja. Maar dat zie ik nul gebeuren. Dus dat moment is al weg. Dan zie ik van Kaam, zie ik in de bal komen, terwijl uh, een Tol, bijvoorbeeld, of een Bergsma, die heeft geen druk. Dus er is geen druk van de tegenstander en dan gaat van Kaam, gaat op drie meter van hun de bal halen. Nou, dan staan ze met vijven tegen nul. Dan heb je nog twee middenvelders over tegen drie van Emmen. Er gebeurt niks. Gewoon helemaal niks. Dus dat, dat, dat is al iets. Nou ja. Dus Bergsma ja, dus zo eigenlijk, of Tol, zou eigenlijk César Van Kaam, Wegwezen. Ja, maar die... Ja, maar, die, maar moet Bergsma... Maar Bergsma zou zo wel opdrippelen kinderen. Ja, ja, maar waarom doet Van Kaam dat? Misschien is dat de opdracht. Ja, nou, dan... dan, dan dat zou kunnen. Ja. Dat dan, weet ik dan, net. Dat dan, weet anderen misschien. Dat, dat komt het vaker en geert. Je ja, op vaker niet, dan dan dat opdracht is. Dan, nee, dat, dat weet ik niet. Dan ga je dus geen overtal creëren. Dat ga je niet doen. Want, want als Van Kaam in de bal. Ja, maar als Van Kaam in de bal komt. gaat Bangura hoger spelen. en dan gaat uh, uh, Balk naar binnen spelen. Nou, dan wordt Balk hoger middenvelden. Nou, vind ik niet helemaal uh, de ideale situatie. Maar dat zou kunnen, hè? Als je dan wil van Kaam moet dan in de bal komen. Ja. dan heb je zo'n roulatie aan de linkerkant. oké, ja, oké. Okay, okay, maar niet. dan nog heb je nog steeds vier man achterin. Met Van Kaam, met Bergsma, met Tol en met Van der Meer. Dus ja. gebeurt er nog steeds niks. Dus er gebeurt niks. Uh, er, er is. Mocht er nou wel een keer een centrale verdediger ooit een keer indribbelen, stel. Ja, dat zou dan Beresma wijzen. Ja, bijvoorbeeld. Eigenlijk, wat je dan heel vaak ziet, en dat, dat zei ik net ook, van wat je dan heel vaak ziet, is dat um, je moet iets versnellen om je spits kwijt te raken. En als je die kwijt bent, dan heb je de bal op het middenveld, op de controlerende positie op het middenveld. Ja. Samen met je controleur sta je tegen een nummer 10, sta je 2 tegen 1. Alleen wat je dan heel vaak ziet is dat de centrale verdediger, ik noem even de linker centrale verdediger, die dribbelt dan heel vaak schuin naar links. Mm -hmm. He, dus die dribbelt schuin naar links naar de zijkant. En wat krijg je dan? Dan heb je alleen eigenlijk nog de bal naar de hoge middenvelder aan die kant, naar de buitenspeler aan die kant. Of naar de bek misschien aan die kant. Maar alleen nog onderliggende de, de kant. Want hij kom, die bal komt nooit meer onder je. Je hele gezichtsveld naar rechts. Dus je hele crossbal naar de rechtsbuiten. Je crossbal op je, op je lopende hoge middenvelden. Contra. Uh, die is weg. Dus jouw jou speelveld wordt heel beperkt. naar alleen maar balkant. Ja. Terwijl aan de andere kant heel vaak de ruimte ligt. Ja. Dus dat detail dat jij dus niet schuin naar het centrum indribbelt. zeg maar het middenveld in. Want als, nee. jij, als jij naar binnen indribbelt, dan kan je hem crossen. Dan kan je hem hoge middenvelden contra. Je kan nog een spits inspelen. Je kan hem ook nog naar de balkant linksbuiten spelen. Je kan alle kanten op. Alleen nu zou je heel vaak, als er dan toch één keer iemand indribbelt per ongeluk, zeg maar, wat, wat niet de standaard is, dan is dat heel vaak gewoon schuin naar de safe-kant, omdat je die kant al staat. Ja, en dat is het nou, eerste ja, al direct, en dan En dan ben je dus het voorspelbaar. Ja, en dan blijft. Iedereen in zijn positie staan van de tegenstander. Je gaat nergens een overtal creëren voor de rest voor niet. Er hoeft niemand uit te stappen. En dan wordt voetbal heel beperkt. En dan is het weer schuiven en dan botsing en dan ingooien. Nou, dan gaan we opnieuw beginnen. Ja. Nou. En weer door. Ja. Ja. Heeft de hele wedstrijd? Uh, nee, nee. Nou, ik heb de eerste helft gezien. Toen heb ik uh, een stuk van de tweede helft gezien. Je hebt er wel iets knippen maken. Toen heb ik even. Ja. <laughs> En toen, ik, uh, uh, toen, toen uh, kwam ik er weer in, toen er gewisseld werd. En toen werd het, was het nog even een spektakel. En dat vond ik leuk. Ja, het einde was natuurlijk gebeurd van alles. Ja, nou, laten we eerst even hier naar uh, George L.T. Uh, want toen heeft hij me Andor naar oud van de wedstrijd interviewd. Hebben we het Cambuur voetbal vandaag voldoende teruggezien? De cambuur energie, de cambuur teamgeest, uh, al die 100%. Cambuur voetbal gewoon niet goed genoeg. Kijk, 2-0 achterkomen, maar je twee keer een bal naar tegenstander geeft. En ze daarna twee keer op doel kunnen schieten, ja, dat is natuurlijk niet goed genoeg. komt ook omdat het MFR terug ging en echt ging counteren. Maar dan moet je gewoon beter zijn aan de bal. Dus kan weer voetbal tevreden? Nee. Maar kan weer teamgeest en teamspirit wel? Want dat is voor mij ook veel belangrijker nu dan het andere. Want na zes weken kan het voetballen nog iets beter, iets slechter. Maar als je als team zo kan spelen, is een basis voor je hele seizoen. En dan is een puntje, ook al had je misschien meer verdiend, prima. Een prima basis om heel lang nog verder te gaan met elkaar. Nou, hij verkeert het geen onzin eigenlijk, uh, Ander. Want ja, dat is ook wel logisch. Het is de eerste wedstrijd. Is dat Die... verwachten dan? Uh, nee, maar het is oh. meer een constatering. Oh, ja. En, uh, ja. Maar goed, we ben hier kritisch. Ja. Op deze tafel En dat mat de ja. Maar En uh, hij is tevreden door de teamgeest. En dat, uh, nou, dat kunnen we, denk ik al jullie wel. Oeringswerzen. Oh. Uh, wat er al jullie nog gebeurde aan het ja. einde. Ik vind het vooral knap. Wiswold dan mist al drie keer zijn penalty. Dan stierst 12-0 achter. Dan krijg je een penalty. Dan denk ik, nou, Wiswold. Nou, dan nou wordt het in, Dan geeft het nog even een jelloeren swarmje. Dan wordt die penalty mist en dan toch kan Cambu terug en laat je twee minuten later alsnog die 2 in erin. En ik vind dat dus wel tekenend waar ja, de spirit die er in deze groep zit. Ja, en op het laatst speelde hij nog maar met twee verdedigers, hè? Ja, het waren twee, <laughs> ja, dat 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 twee, Ja, dat maakt eigenlijk ook bekoren, Sandoor. Twee verdedigers. Zou jij standaard wel moeten? Zeker. Nou, 3-4-3 is mooi. 3-4-3? Eh, ja. ja. Die bal bezit. Maar, ja. 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 maar goed, de verdedigers die het mooi dienen. die stelden mij wel een beetje te loren. Ik wil, er namen, ik wil de eerste namen op tafel gooien Jontly van der Meer ja je denkt die jongen die maar nooit zien koers pakken. het is ja. wel een jonge jongen maar zit ik al wat langer al bij, uh, bij Kambuur. Cambuur die heeft zijn koers net pakt toch al een hij net nee nee hij het vlak bij us trouwens oh ja, we ja. en we hebben zijn gasfields. hebben we daar het en dan uh, dan voetballen die ik wil maar de borjonkjes, maar dat ben mij uh, uh, Bram en Nout. die je is het de oris en dan voetbalt Jontly van der Meer is dus een partijtje wat denk je <laughs> Verloren? Ja, Jonty had verloren. Nee, maar wa waarom, was, <laughs> waarom, waarom was Jonti zeg maar niet goed? Omdat hij echt de min-recht dekking kreeg van uw tol? Ja, kijk, dat hebben we met Doke ook wel gehad. Als jij, Doken die was natuurlijk. Uh, Doken was heel goed in duel. Die moest in duel komen. Maar als er een linksbuiten aan de bal kwam, dan ging Doke achteruit lopen. Ja, en dan werd hij opgezocht en dan kwam Doken altijd in zijn zwaktes eigenlijk uit. Maar Doken, en hetzelfde met Jonti. Um, John Lee kan eigenlijk vol in een aanname van een buitenspeler zitten en als hij het gevoel heeft van ja, maar deze is sneller en als hij er nou overheen gegeven wordt, wordt geslacht. Dat maakt niet uit, want daar zit tol, daar moet tol zitten. Dat vertrouwen moet je hebben. Dus Kelvin McIntosh, toen Doken minder werd, had ook met Kelvin te maken alleen. Uh, uh, want Kelvin geeft hem niet die rugdekking als hij een dieptebal krijgt. Dan, ja. dan moet hij voor Kelvin zijn. Ja. En als daar een spit staat, stond Erik Schouten daar ook. Want Erik Schouten had niks als, als die bal aan die kant was, zeg maar. Heeft Erik Schouten niks te maken met een linker centrale vredel waar hij moet staan. Die positie is voor Alex Mangura. Dus, dus, maar als jij niet opschuift, dan kan Doken en dan kan Jontli geslacht worden in zijn rug. Lachend. En dan ga je automatisch stapjes terug. Want als je geslacht wordt in je rug. Dan ben je als back zijn. Ja, dat, dat is jouw fout, hè? Nee, ja. hey, onzin, dat is de fout van die rechtercentrale. En misschien wel van de linkercentrale, die ook moet opschuiven. En, ja. Dus, dus eigenlijk zei je, ook ik van Jontle hier meer rugdekking hamatten van Marco Tol? Ja, maar dat, dat is standaard, moet het zo zijn. En dat is andere kant Zie je hetzelfde met Bergsma, Alex. Alex moet vol in zijn aanname kunnen zitten. Wat die bal eroverheen gegeten, is die altijd voor Bergsma. Ja. Trouwens, Bergsma, dat we het toch Oer Alex hebben, hij nog vot? Is hij nog nice? Het laatste nieuws is dat er clubs in onderhandeling binnen en um, dat er nog geen akkoord is. Dus maar ze, daarom... Er is een club dus dan geïnteresseerd ah, die meerdere... binnen in onderhandeling met Cambuur doet het uh, transferie. De laatste update uh, die ik uh, had bij Etienne Rijn en wie van Oren Vreet. Toen zei hij dat er meerdere clubs winnen die het interesseren winnen in Bangura. En dat de clubs in onderhandeling winnen. En dat die net verkocht worden voor de wedstrijd van Vreet. Dus hij had mij die in. Uh, en No zullen we in Heuwieken komen. Maar hij is ook terecht. Dat ze hem net nee. die en voor de wedstrijd. zien? Nee, maar ook dat hij weggaat. Nou ja, vooral ja, denk ja, hij staat on, on een stap heen. 100%. Op. Die jongen heeft zich zo ongelooflijk goed ontwikkeld. Hij is zo sterk, hij is beter aan de bal geworden. Uh, hè, ook wat ik net zei, het verdedigen, het knijpen, het, alles is hij, hij heeft zich zo goed ontwikkeld. Want toen hij bij hem kwam, wilde nog nogal links boeten. Zeker, die zat in jong Cambuur toen. Ja, en Jim ja. zei misschien was het dus op haar bek. Ja, ja. Alleen die, die is nou toe aan. Ik hoop dat kan er geld aan verdient. Dat, dat, dat zou ook echt mooi zijn. En ik hoop dat hij ergens in Engeland gaat, want dat, dat zou fantastisch bij hem passen ja het is echt ook een ongelofelijke lieve leuke jongen ja, ja. ja absoluut maar goed Engeland ik denk dat Cambuur dat ik het liefste had want hij eh, wil het meest betellen precies toch? ik word ja. bestook maar rugjes vanuit Frankrijk want Saint Etienne uh, schijnt echt interesse in hem te wijzen um, dat zou natuurlijk ik wel een competitie wijzen dat hij die bij zijn speelstijl past ja. fysiek maar Cambuur acht nog een ton toch uh, nou, Ik denk dat dat een bedrag is waar Kambu uiteindelijk wel akkoord mee is. Het is net het bedrag waarmee ze de onderhandelingen inzetten, want ze zetten volle heger in. Um... Ja, dat mag ook wel een keer. Ja, natuurlijk. Nee, en uh, het is goed om een soort yield op te halen, Want dat yield moet weer om de selectie te versterken. Want ja. er is momenteel geen yield meer. Dus ja, uh, je keert momenteel helemaal neer. Dus Kambu mat en Goed voor het zingen om Banggoera. Uh, maar dat het een record Cape verkeepburensiel moet ik zeggen, dat is wel duidelijk. Ja, het is wel een aderlating mensen toch? Want ja, natuurlijk ja. word je echt wat onder je en dat en hij zegt sta onenstapheger op, ja. maar hij is er wel een belangrijke positie van kan. Ja, nee, absoluut. En het is het is, het is het de, die die gezien de beste speler. maar ja, er staat er weer een ander op. Er komt er weer een nieuwe jongen. jongen. En als Jon van der Meer de lessen van Sandro ter Haar dat neemt, dan is hij straks doet hij ooit dan weer vergeten. En dan wint Jon Lee weer van de boven. Dit, dit is een betaalde Precies. voetbal. En je moet er gewoon heel zakelijk naar zien. Bangura, die het sportief gezien. Volledig eens met Sander. Als Kanbal, die er een prachtig bedrag voor krijgt. Ja. Strikt erom door, ja. door te Dan geven, nee, Henk De Jong, want hij is toch, hij is assistent, hè? Dat is toch flinke wieke Ja, het is, het is zelfs nog iets iets breder. Uh, ik heb freet nog even uh, mijn moeder uh, Hij Hij, hij, het werk in de jeugdafdeling. Dus hij doet onder en Wal, hij doet onderachtje Wal. neerwatje en onder uh, 21. Dus hij is echt weer uh, nou aan het inwerken steeds maar. Ja. En uh, het was best wel pittig, zei hij, want het moest echt wel weer even wennen. Maar hij leeft wel op en hij ziet er goed uit vind ik en hij is vleurig en vrolijk dan wist er misschien ja. nog meer van Sander. Ik ben Oudetonje, ik heb hem nog zien gaan bij Riemen van der Velde bij uh, oh, bij Langbaan, wees wees natuurlijk. Wees op dat feestje. Bij de, nou ja, goed, het Scootjesjong en daar wie dan oh, ja, tuurlijk. en Max hier de uitzending in de tuin bij ja. Riemen van der Velde. Ja. Nou, een meesje jongen, echt. Nou, net hoe drum. maar ik denk dat er wel wel 300 gasten Ja, en, dat is, uh, dat is uh, toet, uh, toet bekend Friesland, ja, maar ik boete Friesland ja, hè. Ja, ja, zeker. Ja, echt. Even de Napel is daar wat visbakken en heb ik. Jansmit, Jan de voorzitter. Precies. En dan heb je nog de, heen. de hele wedstrijd hebben die gevolgd. Dat was goed, jongen. <laughs> nou, die nee, zitten er voor Nee, maar wat ze was er nog wel eens heel <laughs> leuk. Nee, maar ze zorgt er ook uit voor dat de gasten op een boord mooi kennen. En dan begint, dan bij jou als die nooit wedstrijd veldsje te ja, vreten. Ja. En dan, dan besteden we even in de eerste februarie. En dan beginnen ja. we al worden op. Dus ja. het is een, het leuk. is een, het is ja, een. Dat is echt leuk. De selectie van Jereveen is direct vaak. Ja. Dan, uh, ik, ik heb me wel heugen dat. Uh, nou, is wel een periolie, maar toen kwamen ze daar in, de, in die vertrokken stritten van, uh, van, van Langwaaier. Ja, er is maar één stritten. Er is maar één stritten. Kwamen ja. ze Paulo Henrique. Nou, die weer echt to toetielalli. Die weer helemaal dronken. En de oren <laughs> door in zijn oefenwedstrijd toen is hij toch een, uh, een jongen uit van der Lemmer. Die is gewoon hè, hey, ja jongen, op, op, op zouten hier, want dat was mooi voetbal <laughs> Maar die arme Henrike, die versteert er natuurlijk helemaal niks van, die praat alleen maar portugees. Nee. Maar goed, uh, ja, die ja, jongen... maar ik, ik vond dat hij er, uh, dus uh, ja, ik, ik vind het heel positief. Ja, nou goed. En we hebben maar even wat want weer erbij, Maar dus hij van, praat nog wel eens even met, uh, z'n dan even te koffie drinken, maar elke ja door die hek. Ja, ik denk dat hij het kan weer verstandig is, dan broeken ze Henk eens in zijn kracht, door ze dat gedoseerd. En dan komt hij weer helemaal waarom. Weer ik heb er al vertrouwen in. Ja. Ik denk net zo dat dit nog zijn nieuwe functie is he, in de jeugdopleiding. Uh. Dit is puur onderdeel van het reïntegreren en weer onder druk ja. We komen. En er is nog een contract, dus ja. Ja, maar goed, de vraag wie onder het begin van het programma, ik kom van wat gebeurt er nou? Ja, het is een beetje. In de glazen bol van Ruloffjeen. Uh, wat gebeurt er dan nooit dit contract hier? Hij had een contract al Want ja, hij had echt van: ik wil graag weer op het veld staan. Ik, ik feel me, als ik mijn goed viel en het kind om zo'n reden, kiet het al je de goede kant op en de kant liggen dek op te geven. Mm -hmm. Dan wil ik graag weer op het veld staan als hoofdtrainer. Ja. Maar ja, is dat dan bij Cambuur of gaat Henk op en orenclub? Dat kan alle kanten op. Maar dat Henk-trainer uh, blijft. Dat staat als een paal boven water. In mijn beleving. En dat moet ook, want hij. Hij, ja. Ja, maar die, hij wil zo graag weer. Uh, hij voelt zich echt goed. En hij voelde zich echt slecht. Ja. En, en als je je dan weer zo fijn en prettig voelt. En vol energie. En uh, ja, dan wil je gewoon doen wat, 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 ja, waar je voor in de wieg gelegd bent. En, uh, en, en hij, hij, hij wil trainer blijven. En dat is terecht. En dat gaat hij ook blijven. En of dat bekammerd is, die kans is wel heel groot, denk ik. Ja, ja, dat is een verlenging. Nou ja, 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 een je, beetje een-en-een. Ja, ja, het het ja, contract, ja, contract van LT loopt af. Ja. Uh, dus uh, er is nou iets betaald van oh, dat Henk dit, dan kun je mooi reintegreren. Uh, hij zit LT net in het vaarwater er keurig, diplomatiek. En, en ook nog eens een keer heel praktisch oplast. Nou, en dan zeiden ze in januari ze in LT: ja, het, het contract loopt af. Ja. Dat is volstrekt legaal. En in, 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 in dan is het clear. Klopt. Ja. Maar in eigenlijk, de, de wat we nee. nooddorgen, mooi eigenlijk net meer, hè? Nee, waarom nee Van Daniel van Kaam, toch? Oh. Hoe Henk de Jong praten? Nou ja, maar ik hield het op de link door. lezen tussen Henk en Sjozl Nee, nee, nee maar, maar, maar ik mag toch gewoon zeggen wat ik wil. Ja, dat vind <laughs> ik echt. Ik heb Daniel van Kaam, hè? Nee, zo is het. <laughs> Enkel is hij dan de onvierde van Kambuur. Maar als je ja. is het toch een beetje dat scenario dat ik het ja, sketch? Dat is het meest logische. Ja, vind ik, dat lijkt me wel. En als het, en als het, is het niet zo is wat hij er is anders verleden. Ja. Er zijn weinig trainers uh, in de historie die, uh, die echt goed bij Cambu passen. Ja, zo is het. En, ja, je kan ze allemaal wel opnoemen. Ja, nou Geert, begin maar. Je bij de ja, eerste maal maken. Ze nee, hebben ja, het hebben we ja, net oh, Nee, nee, nee uh, Dan begin maar, ik bij Hamburger. Ja, nee, maar, en je had uh, Robaan, hè? Uh, Robaan, die was de eerste, eerste trainer die ze nee, kampioen maakte. Klopt. Maar die dus, paste er dus, wel, uh, Precies. Schad, hoor. Hè, en je hebt Korbach, hè, die paste er ook nog wel. Ja. Maar dan ga je al ver terug, hè? Ja. ja. En, en het is niet zo makkelijk om bij Cambuur uh, trainer te zijn. Dat is niet zo makkelijk. Nee. Echt niet. Alleen, er is iemand sowieso geschikt daarvoor. En dat is Henk. Dat is Henk. Dat ja. is sowieso een feit. Ja. En dus wij, ja. wij zagen aan geen, geen poot. Maar ja, het, het is wel, dit is wel de realiteit. Nee, hoor. maar dat heeft ook niet met dit seizoen te maken. Nee, helemaal niet. En, en OT, die, die, seizoen... die, die, die doet zijn stinkende best. En die gaat echt zijn hele zielensaligheid Alles in de club. erin. 100%. Die man, die man die leeft, eet en drinkt voetbal. dat Is echt ongelooflijk. Dus ja. die, die... En wil ik het vooral s'nachts, hè? Ja, en vind ik het Als de assistent bent, krijgt je minder. in de nacht een fijne roeikrijgt hij's een mail. Ja. Nee, maar dus hij, hij stopt zijn hele zielenzaligheid zaligheid ja. in. En, en dat ik, is perfect, dat, super. Is geweldig. En uh, ik zeg, nee, ik, Henk wordt dit jaar, ik geloof niet, en dat Henk dit jaar trainer is bij Kamur, nee. want Jos, die gaat het sowieso afmaken. Jos moet hoop, het afmaken. Zo goed mogelijk. Hij, afmaken. Uh, en en dat, dat, ik denk dat iedereen het hem gunt. Alleen als je verder kijkt, ja, dan is er één man die sowieso perfect bij de club past. En die heb je nu al in dienst. En die is volgend jaar. Ja, nou ja, dat is zo moeilijk. Zo so is het. Ja, nou ja zo is het. So en ik denk no dat iedereen het denkt. Maar niet heel veel mensen durven het te zeggen. Nee, nou wij wel. Ja. En, en ik moet wel ULT, wel een compliment, Jan, dat hij in de... Hij heeft ook heel veel aan zelfreflectie gedaan. Hij heeft goed naar hemzelf gekeken. Hij is daar kritisch op, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En hij is er toch in geslaagd om in die periode tussen degradatie en bestaat van nu, het zagrijn uit die club te krijgen. Mm -hmm. Dat vind ik toch wel knap, hoor. Klopt. Nee, maar, dat is, maar hij doet hartstikke veel goede dingen. He, dus dus uh, ik heb alleen een kritiek. Alleen gaat op. Alleen voetbal is net leuk. Nou, maar daar om heb ik kritiek zien. op. Nou, oké, okay, dat, nou, dat vind ik. Dat wordt mij gevraagd. En dan ga ik daar iets over zeggen. Alleen verder heb ik nul kritiek op hem. En ik hoop dat hij het zo goed doet dat hij promoveert ja. en dat hij daarna naar Ajax gaat, of naar Barcelona, of naar Manchester City, dat hij, dat hij Guardiola opvolgt. Weet ik veel. Ik, ja, nee, maar ja, je gunt hem het beste. Is het een persoonlijk ja. of nee? Nee, nee? nee, maar ik vind het gewoon een hele fijne, prettige man om ook naar te luisteren. En, en... Maar nou, Bister Sander, dat bist is een oud voetballer. En dat heeft uh, een uh, mooie visie op voetbal, een, mm -hmm. een eigen visie op voetbal. Mm -hmm. Uh, de Hestie en Jelilien een keer op op social media. Uh, uitleggen hoe goed Cambuut en Ajax spelen. Ik weet dat dat Ulté die vond dat heel vervelend. Uh, ja. Ja. Maar um, en, nou, de Hest nowhere en de zei: ja, ik mis eigenlijk wel eens een voetbalvisie. Uh, maar, dat, maar, dat, al, dat, ja, dat, maar dat vind ik ook echt. Ja en, 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 nou, ik en het en iedereen krijgen, mag dus. mij uitleggen dat het niet zo is. Maar dan moet je van goede huizen komen, want ik zie net nog steeds niks. Nee. Dus dus kom. Kom met, en niet naar jou, hoor. Nee, maar kom maar, met iets van nou, dat het wel zo is. Nee, er is niks. Ik, ik zie niks. En misschien is het volgende week wel fantastisch. Nou, ik hoop het. Maar werkt, ik vind het leuk om naar te kijken. Werk naar al? Ja. Uh, ik bedoel, dat is de is een jongen van de club. Uh, kist net <laughs> eens even een keer naar het stadion. Zegt, Jos, zullen we eens even een bak koffie drinken? Nee, Best helemaal niet. niet want, nee, nou ja, dat he, het heeft ook helemaal geen zin. Uh, want ik heb, een, ik heb een eigen idee van voetbal. Alleen je moet nooit iets kopiëren. Want als jij een systeem kopieert... Uh, dat kan niet, want je moet inspringen op situaties die op dat moment zich voordoen. En als jij een systeem zou kopiëren, heb je het niet in je hoofd zitten. Dus, dus uh, het systeem wat je als trainer zeg maar bedenkt en uh, waar je op traint, uh, alle situaties tegen alle systemen heb je al in je hoofd zitten. Dat klinkt heel gek, maar alle details of het nou tegen 5, 3, 2 is 3, 5, 2 4, 4 2, komt eruit, maakt allemaal niet uit. Alle systemen, alle systemen heb je op betraind, weet je precies wat er gebeurt, de jongens weten het, omdat je het echt in je hoofd hebt zitten. Ja. En dan gaat het om details van drie meter naar links. Oh meisje, je moet echt vier meter schuin omhoog spelen, daar kom je vrij. Ja, dat zijn details, dat heb je omdat je het in je hoofd hebt. En als je, um, stel uh, Guardiola, die gaat nu uh, naar uh, Stijn en die zegt, nou je moet zo gaan spelen. En dan zegt Stijn, nou dat ga ik doen. Ik noem even een voorbeeld. Maar Stijn heeft dat niet, wat Guardiola allemaal in zijn hoofd heeft. Ja, de denkt Stijn, ja, ik, ik moet, mm. ja en ja, dan gebeurt er, er op, iets. gebeurt er op het veld iets. In ja, het en en dan je dan ja. Nee, ik ingrijpen. En weet hij het antwoord Nee, dus dan Stijn nog meer verlul. Nee, maar je hoeft de, de voetbalfilosofie echt net te kopiëren. Maar ik al de filosofie uh, van Ul T en hoe te spelen, wil. Ik al word hij maar 1 of procent beter. Uh, uh, totdat je eens even zitten en doe even die gedachten. Dus je lijkt. Je altijd daar... bij zichzelf blijven. Ja, dat doet er ook. Maar je kent ja. toch altijd. Uh, kind toch altijd uh, um, het gebroken woordje van ja, de ja, kunde. En, ja, misschien, he, het, en, ja, misschien he, het er direct niks om. kinnek ja. Maar uh, misschien het er in je procent om. Nou ja, dan wordt het komen je 1% beter. En dat is altijd mooi mijn hand. <laughs> ja, nee, maar ik wil altijd wel. Ik wil ook bij de club gaan om een bak koffie te drinken. Ik, ik voel me daar heel prettig. Alleen. Uh, maar ik zei, hij, hij heeft wel zijn eigen uh, filosofie ja. zijn eigen manier van denken over voetbal. En dat is prima. Want hij moet bij zichzelf blijven. Mm -hmm. Alleen ik denk er anders over. Wat ik zie, uh, hoe ik voetbal kijk, vooral hoe, hoe ik naar voetbal kijk, vooral in boven zit, ja, is dat anders. Mm -hmm. En uh, dat hoeft voor niet iedereen beter te zijn, maar anders. Ja. Uh, Dan was ik graag iets meer vermaak. Toch? Ja, maar ook, ik vind dat als jij de bal hebt, moet jij altijd een idee hebben om de bal te houden vooruit om, en om nooit in duel te komen. Uh, en dat heeft te maken, wat ik al eerder zei, om overal overtal situaties te krijgen. Uh, maar het kan ook zo zijn dat een andere trainer denkt van ja, maar ik wil altijd mijn, uh, mijn verdedigende organisatie, want stel we verliezen hem, ja. Zo denk ik niet. Nee. Ik zeg wel altijd: verdedigers, oké, okay, diegenen die de restorganisatie bewaken. Uh, en die bal is voorin. Jullie hoeven nooit te kijken als verdedigers. of er een bal ingekopt wordt of niet. Of het een goal wordt. Dat hoor je zelf wel aan het publiek. Maar zij moeten altijd kijken hoe, waar staan hun spitsen. Ik moet doorgedekt staan. Zij kijken alleen maar naar de restorganisatie. Zij kijken niet naar een voorzet. of die ingekopt wordt. Maar die moeten altijd denken: als die weggewerkt wordt, ben ik in duel. Nou, dat soort dingen. Ja. ja. <laughs> Jongens, het uh, ja, is mooi om uh, nooit uh, te lusten in. Uh, ja, nee, uh, weekenden hebben we de wer. Nou, goed, Dob is er net. Nee, uh, Scootjesil, ja. en ik zoe uh, eigenlijk ja, ik ik, ik genoeg lekker standen. <laughs> dat was ik een leven, hadden toch? toch? Nou, ja, de sfeer wel. We <laughs> doen niet twee uur na te kijken. Nee, nee. <laughs> nee. Ik krijg iets meer vermaak alsjeblieft. <laughs> ja. ja, Nou goed, want, ik uh, ben direct net uh, naar week, want ja, wij zoéen net met op vakantie, we hebben wel even fotwest. Oh. En toen zei de zoon, ah, wij gaan net op vakantie, maak het natuurlijk een lekker te zwemmen in de grachten hier in Leuwarden. En uh, nou, toen kreeg je simmen vakantie. Wat denkst? Binnen 48 uur. Ik verfilmen. <laughs> dus. <laughs> wij je dus toch ook nog eventjes. Uh, even wat. Dus toen is de Nijwiek al nog Geert. Nou, dan keer het net hoe goed die ziel. Ik heb die wel verteld. <laughs> hey, maar de dus. eindbesluit. Toch nog een peer overwegingen. En het ja, moment is. Wat Sander, wat ik dingen. Want Sander, Matt, we hebben mogito's brengen. Ja, zeker. Ja, ja, Insta-Rinja's. Hola, oh, is. Het. Ja, vast alvoeren. Oh, ja. oh dan ja. hebben we het nog even. We lang in de mogito's. De eindbesluit. Een peer overwegingen, Sander. Uh, alle, voor elke nieuw een Ian. En het mooie is, we komen er net op verder Maar de eerste is Geert. Geert, Ion Nicolaescu of Ton Haarman? Ton Haarman. Ton Haarman. <laughs> Andor, wie Kooistra over Robin Molle? Robin Molle. Robin Molle, je verwacht het niet. En Sandoor, Tien van de Vaat of Tien van Hooijdonk? Van, van de Vaat. Tien van de Vaat. Mike im Tanksje, jongen, ik vond het hartstikke leuk. Ondersnieuw weekend, hebben ben we weer mij een nieuwe podcast. Mike Geert van Thun. ontspan, dag.